Oké, ze bellen, help. Nee, klopt. Ben ik geslaagd? Je bent geslaagd. Niet. Ik ben gewoon geslaagd en ik snap echt niet hoe dit kan. Of wat ik gedaan heb, ik snap het niet. Deze trein fixen, alleen onze kaartjes zijn verlopen, dus we gaan nu gewoon zwart rijden en we schijten echt dood. Maar op zich, het was wel leuk horen, film, als je dat leuk vindt. Maar ik vind dat niet zo leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag en welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is 10 uur en als het goed is moet ik elk moment mijn examenuitslag krijgen. Ik kreeg net al een belletje van mijn vader dat school mij geprobeerd had te bellen. Maar ik nam niet op, want ik was aan het douchen. Dus ik ga snel gewoon nu wachten. Want die vrouw zei, oké, ik bel een paar anderen en dan bel ik Bo weer terug. Dus ik hoor het zo meteen. Nu weet ik het antwoord denk ik al, ik ben sowieso gezakt. Want ik heb echt dat herexamen zo verkloot. Dus we gaan gewoon afwachten. Maar in ieder geval, welkom bij een nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En heel veel plezier met kijken en sorry voor deze hectiek. Oké, ze bellen, help. Hoi. Ik ga al even aan de lijn, want je hoorde de telefoon. Nee, klopt. Ben je geslaagd, Mike? Ben ik geslaagd? Je bent geslaagd. Niet. Ja. Wat heb ik gehaald dan? Even kijken, ik moet even weer bladeren. Huh? Had je jouw zelf bedacht dat het niet gelukt was? Nee. 6,2. Wat? Nou, beter. Ik had het echt niet verwacht, oprecht niet. Nee, maar je bent naar die training geweest en je had het vorige keer 4,7, nu 6,2. Ja. Ruim genoeg, meer dan genoeg. Ja, nou helemaal top, dank u wel. Ja, ga ervan genieten. Ik zie je woensdag bij de diploma-uitreiking. Yes, is goed. Joep, doeg. Doeg. What the fuck? Yay. Ik ben gewoon geslaagd. Hoi, Mike. Hoi, ik ben net gebeld door school. Ja. Maar ik ben gewoon geslaagd. Ja, is niet waar. Jawel, ik moest de 5,6 halen, ik heb de 6,2 gehaald. Hi. Hoi, ik was net gebeld door school. Ja? Yeah. Maar ik ben wel geslaagd. Wat? Ja, dat bedoel ik. Oh, wonen jullie zo gek? Jawel. Oh. Wat de hel is zojuist gebeurd, jongens? Hoe kan dit? Ik ben gewoon geslaagd en ik snap echt niet hoe dit kan. Of wat ik gedaan heb, ik snap het niet. What the fuck? Ik weet echt niet hoe ik moet reageren. Ik weet het zo niet. Ik vind het zo raar dat ik geslaagd ben. What the fuck? What the fuck? Oké, het is inmiddels even een half uurtje later. En ik heb het nieuws even laten inzinken. En echt, ik kan het niet geloven. Ik ben zo confused. Ik heb mezelf zo ingesteld van, oké, het is klaar, weet je. Ik ga volgend jaar gewoon lekker nog een jaartje doen. En ineens zegt die vrouw, je bent geslaagd. Nou, ik weet echt niet hoe ik moet reageren of wat ik ervan moet vinden. Behalve dat ik gewoon heel blij ben en zo'n opluchting of zo. Maar het is zo raar. Ik had het niet verwacht. Niemand had verwacht dat ik zou slagen. Dus ik ben echt confused. Maar goed, ik heb dus mijn wiskunde A-herexamen gehad. En ik moest een 5,6 halen om te slagen. Omdat mijn NC-gemiddelde, mijn eindcijfer, zeg maar, dat moet een 5,5 zijn. Die was bij mij 0,6 te laag. En ik had 3,5 en daarvoor moest ik er eentje wegwerken. Dat was dus wiskunde. En echt, oh my god jongens, ik ben zo blij dat het gewoon gelukt is. Nu hebben we alleen wel een kleine struggle, want ik ga straks met Meerte naar Amstelveen toe. Daar hebben we een hele vette naked lounge party, omdat er een nieuwe kledinglijn is uitgekomen van hun. Dus daar gaan we straks naartoe. Maar het is al 10 voor 1 en het is nu 11 uur. En het ding is, ik had hier niet op gerekend, dus ik heb niks in huis. Ik heb geen partypoppers in huis. Ik heb helemaal niks in huis om een vette foto voor Insta te maken. Dus dat moet ik ook nog regelen voordat ik naar Amstelveen toe ga. Dus het is zo raar. Niemand had hierop gerekend. Kijk, als ik voor mezelf al wist van oké, ik heb die herkansing heel goed gemaakt. Ik ben geslaagd. Had ik dat echt wel van tevoren gehaald. Maar niemand had dit verwacht. Dus, oh my god jongens. Ik ga me snel klaarmaken en dan even die foto regelen. Ik heb net helemaal klaargemaakt. En we gingen net foto's maken. Die hebben we al gemaakt inmiddels met deze ballonnen. En partypoppers. En je kan het ook zien lekker op mijn hoofd. En wie heeft de partypoppers afgeschoten? Ivan. Ziens of het opnemen van mijn graduation foto. Hoe gaat het, Ivan? Zeg een woorden goed, hè? Ik ben... Geen woorden. Nee.
En wat heeft Milou gedaan? Ik heb de foto gemaakt natuurlijk, het belangrijkste. Maar goed, ik ga me nu snel klaarmaken. Dit uit mijn haar halen, even een andere outfit in doen. Dit is een beetje een te kort jurkje om ergens mee naartoe te gaan. Dus ik ga me snel klaarmaken, omkleden en dan moet ik over een kwartiertje al weg. Dus even opschieten. Nou jongens, ik heb het gered. Ik heb me snel omgekleed. Ik heb gewoon even een broekje aan gedaan en een naked blouseje. Dat dus de opening is van een naked store, vond ik dat wel leuk. Ik pak nu snel mijn fiets, of in ieder geval een andere fiets, want mijn eigen fiets is kapot. Dus ik pak hier zelf mijn spullen en dan let's go on my way to the shop. Oké, wij zijn inmiddels in Amsterdam en wij komen net weg uit Amstelveen. En hoe was het bij de Naked Store? Ja, het was echt heel leuk. Echt heel mooi. Het was echt super mooi. Er komt een trein aan, dus je hoort ons weer helemaal. Wij moeten deze trein hebben. We zijn namelijk nu op Schiphol Airport. En deze trein gaat naar Amsterdam Centraal, want het voelt een beetje zonde om nu al naar huis te gaan. Dus we gaan nog even lekker Amsterdam in, gaan we daar wat eten. En dan gaan we weer back. Maar eerst moeten we even deze trein fixen. Alleen onze kaartjes zijn verlopen, dus we gaan nu gewoon zwart rijden en we schijten echt dood. Ik ben echt bang met hem. Oké, we gaan gewoon in een hoekje. Nobody saw us. 17 minuten doodgaan. Meerte, wat gaan we doen? We gaan de wc in. Oké, we zijn van trein naar trein gegaan. Want we zijn even Amsterdam in geweest, niet heel lang, want ik heb een jurkje gehaald. En we hebben snel wat gegeten, ik laat het jurkje thuis wel even zien. Maar we zitten nu weer in de trein onderweg naar huis. En deze keer doen onze kaartjes het wel, dus we hebben nu niet zoveel stress. Ja. Maar nu was er vertraging en echt ook weer 3 uur. Nee, dat is echt niet waar, maar het was gewoon echt lang. En deze hele coupé is leeg. So we've got the chillings. Nou, wij moeten nog een uurtje in de trein, dan zijn we lekker thuis. Dus see you at home. Thuis. En ik zit nu in mijn eigen kamer, zit voor Rosa kamer, omdat ik mijn make-up moest afhalen boven. Dus ik dacht, nou sluit ik hier even lekker de vlog af, ik had de camera toch mee. Dus bij deze, ik heb een hele leuke dag gehad. In ieder geval, ik heb gewoon heel erg fijn nieuws gehad en daardoor ook een hele leuke dag. En sowieso wat ik gedaan heb vanavond, was super gezellig. Vanavond zijn er nog wat mensen langs geweest omdat ik geslagen was, open oma even en zo. We hebben lekker taart gegeten, want mijn ouders hadden een taart besteld. Hebben die net al gezien als het goed is. Dus het was heel gezellig allemaal en ik ben zo blij dat ik geslaagd ben. Ik ga voor nu lekker slapen en dat zal vast wel goed lukken na het nieuws van vandaag. Dus tot morgen allemaal. Ik moet er vroeg uit. Ik moet namelijk om 9:30, tussen 9:30 en 10:00 bij het Spoorwegmuseum zijn in Utrecht. Dus dat wordt lekker vroeg. Ik moet 8:00 hier de trein pakken, dus we gaan er lekker uit op tijd. Dus ik ga nu ook lekker slapen. En tot morgen. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 9:30 ochtends. En ik heb denk ik net een uurtje gereden of zo met de trein. En ik ben nu in Utrecht. En ik ben nu een stukje aan het lopen, want ik had net een bus gepakt. En ik moet naar het Spoorwegmuseum. En dat is vanaf die bushalte 600 meter lopen of zo. Alleen ik liep natuurlijk weer 100 keer verkeerd. Want ik snap dat kaartje nooit. Dus... we hebben er wat lang over gedaan, maar ik ben er bijna. Volgens mij is de straat uitlopen of zo. Dan ergens in en dan ben ik er. Nou, helemaal top. Ik weet trouwens niet of ik hier vandaag mag filmen. Of ik hier iets kan filmen wat voor jullie boeiend is. Mocht het wel zo zijn, gaan jullie heel veel beelden zien. Mocht het niet zo zijn, dan weten jullie de reden. Maar goed, ik ga nog even een stukje lopen. En dan ben ik er zo. Oké, het is inmiddels echt 100 uur later. En Mie is back uit Utrecht. And I'm with my favorite girl in the world. Hi. En het is al best wel laat. Het is 2:15. Wij hebben vanavond een horrorfilm gekeken. Welke horrorfilm hebben we gekeken, Roos? Vrijdag de 13e. En wat vonden we ervan? Nou, Roos had het wel een keer gezien. Maar wat vonden we ervan? Eng. Ja, ik heb een beetje half geslapen. Dus ik heb niet alles meegekregen. Maar wat ik heb gezien vond ik echt eng. Het was echt niet oké. Maar op zich, het was wel een leuke horrorfilm. Of als je dat leuk vindt. Maar ik vind dat niet zo leuk. Dus ja, nou, wij gaan slapen nu. Dus tot morgen. Doei. Doei. Hoi allemaal, het is vandaag geen zondag, maar het is al dinsdag. Ik open de vlog van zondag. Vandaag pas, omdat mijn vlogcamera, die had ik laten liggen bij deze chickie. En zij is hier vandaag pas weer, dus ik kom nu pas deze vlog weer verder doen, aangezien mijn telefoon, ja, dat is gewoon geen goede kwaliteit. En mijn andere camera, die is echt niet handig om mee te vloggen. Dus vandaar. Vandaag heb ik niet heel veel gedaan. En zondag heb ik ook helemaal niet veel gedaan. Dus jullie hebben ook niks gemist.
Wel heeft Roos hier fantastisch verslag gedaan dat ik mijn camera was vergeten. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Kijk maar mee. Hoi allemaal. Bo die is gisteren bij mij geweest. Alleen die is vergeten vandaag haar vlogcamera mee te nemen. Dus helaas heeft ze vandaag niet kunnen vloggen. Ik dacht, ik laat jullie alsnog even weten. Ze komt hem morgen ophalen, want ik was vandaag niet thuis. Dus ze kon hem niet ophalen. Dus vandaar dat er van deze dag geen vlog is. Oké, dat was het. Doei! Nou, dat heeft Roos toch helemaal top gedaan. Ik vind het echt goed dat je het hebt gedaan. Top. Voel je jouw vlogtalent aankomen? Ja, nee. Helemaal niet. Nou, in ieder geval... gemakkelijk om mezelf terug te zien. Nou, in ieder geval, dit was de vlog weer voor dit weekend. Ik ben nog steeds heel blij dat ik geslaagd ben. En I still can't believe it. Jij kan het ook niet geloven. Nee. Niemand kan het geloven. Ik was echt confused. Maar wat is je cadeautje? Van mij. Oh ja, ik heb nog een cadeautje gekregen van Roos, omdat ik geslaagd was en nog voor mijn verjaardag. En Wat gaan we doen? We gaan naar Walibi. Yes, niet vandaag. Of we gaan waarschijnlijk morgen, dus dat zien jullie in de volgende week vlog. Ik ga daarom bij deze afsluiten, dus tot de volgende keer. Doe even een duimpje omhoog, vergeet je om niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Doei.